Sorry. Ik zit me een beetje bezig te houden hier, want we zijn momenteel aan het draaien voor onze allereerste film. Nachtwachter Poort der Zielen, maar soms is het zo saai omdat we zo lang moeten wachten. Ik zit hier met Kevin. En Kevin speelt bij ons een kleine, maar zeer belangrijke rol in de film De Poort der Zielen. En Kevin, ik heb een kleine challenge voor jou. Ik heb namelijk deze pot meegenomen met spekjes. En het is eigenlijk de bedoeling om er zoveel mogelijk in je mond te doen. En dan gaat het eigenlijk om wie kan er de meeste spekjes in zijn mond krijgen. Oké. Ik heb in het echte leven wel een grote mond. Maar dat gaat dan vooral over woorden en zo en spreken. Ja. Dus ik weet niet of dat er echt... Ik heb het toch nooit gedaan, maar het lijkt me wel heel spannend. Ik denk dat we er gewoon aan moeten beginnen. Ja, tuurlijk wel. Moeten we ze dan eerst tellen of moeten we dan... Ik zal ze... Gewoon even, de tafel is proper, dus dat is geen probleem. Doe maar. Ik zal ze uitleggen. Ja. Oké. Okay. Ik denk, er mogen nog meer. Ja? Ja. Exact. Zeer zeker. Oké. Okay. Mogen we opkouwen en proppen en Ik denk dat we bij puur proppen moeten houden. Gewoon proppen. Ja. Spannend. Ja? Hier gaan we dan. Eén per één, hè? Ja. Oké. Okay. 3, 2, 1. Ja, ik ben zo alvast aan. Ja, 1. 1. 2. Dan weet ik niet al. 3. Oh, oh. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. Dit is echt een challenge voor Patrice. Ah, mannen, dit is... Wat? 11, 12, 10, 13. Kom zo meteen bij jullie, hè. Dat is 14. Oh. Wat? Dit is niet normaal. Nee. Oké. Ja. Dankjewel. Zo, kijk eens aan. Het is niet alleen een grote mond. Als het op praten persoon, maar ook gewoon marshmallows. Zalig. Maar spek, ik kreeg er 13, ik kreeg denk ik 9 weg of zo. Ja. Ja, spannend. En dan nu naar de tandarts, hè. Thank you.